Bij de Bosbadhal in Emmeloord werd vandaag de eerste training van de volleybalschool gegeven. Dan ga je omdraaien en dan moet je met je linkerhand gaan stuiteren. Ongeveer 50 jonge fanatiekelingen trainen op zondagochtend 2 uur lang om beter te worden in hun sport. Zo'n volleybalschool is eigenlijk opgericht dat mensen die graag meer willen, dat we die de kans geven om eigenlijk een extra training te krijgen. Verschillende volleybalclubs uit Noordoostpolder en omgeving doen mee aan het initiatief. En de training wordt goed gewaardeerd. Ze leggen uit als je iets verkeerd doet. En wat hoop je hier te leren? Beter bovenhand en smashen. Is moeilijk? Voor mij niet, want ik doe het al een paar jaar. Wat vind je ervan, deze volleybalschool? Want het is speciaal om beter te worden in volleybal, toch? Ja, ik vind het heel leuk. Leg eens uit. Ik heb het ook, ik weet niet meer waar, maar dat was een half uur rijden of zo. En nu vind ik het veel fijner dat het hier gewoon in de buurt is. Ik wil geen schopbeweging zien, het is echt even met je hand wegtikken. Dus aan de ene kant moet je proberen punten te verdienen, maar je moet ook proberen dat niet de bal bij jou wordt weggestuiterd. Heb je nou het idee dat je hier meer dingen leert dan die je al kon, zeg maar? Ja. Zoals? Bovenhandse service, dat gaan we hier ook trainen en daar kan ik nog wel wat van gebruiken. Wat willen jullie ermee bereiken? Eigenlijk gewoon volleybal promoten. Het is natuurlijk wel heel veel voetbal altijd, er is helemaal niks negatief tegenaan, maar volleybal is een moeilijke sport, dan moet je uren maken. En ik denk door zo'n volleybalschool dat we mensen ook eigenlijk meer gaan volleyballen, beter worden. Omdat ze beter worden, denken vriendjes, vriendinnetjes misschien ook van, hé, dat is een heel leuke sport. Nou, dan komen meer mensen op volleybal en dan moet het eigenlijk een soort van vicieuze cirkel omhoog worden. Ouders betalen op jaarbasis tussen de 240 en 360 euro voor de extra trainingen. Als de volleybalschool een succes blijkt, start er volgend seizoen opnieuw een. Hey Russel, ik vang hem weer.